En iets heel anders, revalideren wordt veel minder saai door een interactieve lichtmuur. Het begint hier en dan omhoog. En omhoog, ja, nog een keer. Nog een keer. Ga door. Het grote voordeel is dat het geeft een andere dimensie weer aan de therapie. Kinderen zijn vaak extra gemotiveerd voor zo'n spelletje. Het voelt voor hun vaak niet als echt een therapie, maar echt als een spelletje. Dus het is echt als spelen. Matthäus heeft een cerebrale parese. Rond de geboorte heeft hij een... Spastiek. Inderdaad, spastisch is hij inderdaad. Heeft hij dus een probleem gehad in zijn hersenen. Door dus eigenlijk problemen heeft met de aansturing van zijn spieren. En op deze manier kunnen we voor hem heel mooi zijn armfunctie trainen. Ja! Alles? Daar waren ze. Jee, ik vind die muur wel leuk, ja. Je kan hem aanpassen aan de kinderen. En met deze muur heb je heel veel plezier. Ik vind hem zelf ook wel heel prettig werken, vooral omdat ik hem... kan instellen op het kind. Bij andere computerspelletjes ben je toch gebonden aan het spelletje zelf. En de mogelijkheden die het zo al biedt. Wanneer gaat die kapot? Nog even doorgaan, bijna.